Goedendag, mijn naam is Mark Driessen. Ik ben samen met Carol van Driel Moret, voormalig werkzaam bij de Universiteit van Amsterdam, projectleider van het Odyssee-project Velsen 1. Aan het begin van onze jaartelling lagen er aan het oerei nabij Velsen twee forten, later geduid als Velsen 1 en Velsen 2. In de jaren 50 en 60 is de ABN uit de regio bezig geweest met divers onderzoek. In de jaren 70 begon op een gegeven moment het IPP van de Universiteit van Amsterdam zich er ook mee te bemoeien. De aanleg van de Wijkertunnel in de jaren 80 zorgde voor een doorbraak van het Velsenonderzoek. Onder het huidige maaiveld lag een dik pakket verstoorde lagen en daaronder werden Romeinse structuren aangetroffen. Heel ondiepe overblijfselen daarvan, waardoor het voor de opgraver Jaap Morel een moeilijke, een lastige puzzel was om daar één coherent geheel van te maken. Maar daar is hij op miraculeuze wijze in geslaagd. De resultaten zijn niet toegankelijk. Wij willen met dit Velsenonderzoek in eerste instantie die dissertaties en al die scripties eerst kritisch tegen het daglicht houden en daar één coherente eindpublicatie van maken. In eerste instantie hebben we ons gericht op de sporen, structuren en het cultureel vondstmateriaal. Houten vondsten zijn prachtig en zeer goed geconserveerd. En we zien wat dit een extra bijdrage geeft aan onze kennis over gebruiksvoorwerpen. Honderden tentharingen zijn er boven water gekomen. Naar aanleiding van geologisch onderzoek gaat men ervan uit dat het oerei bij Castricum al ten tijde van Velsen dicht was. Dat vonden wij een vreemde zaak. Waarom zouden de Romeinen hier een fort aanleggen als dat oerei al dichtgeslipt was? Daarvoor hebben we ook teruggegrepen op ecologisch materiaal. Dat heeft ons laten zien nu dat Velsen 1 niet aan een dichtgeslipt oerei heeft gelegen. Dan kan je ook andere ideeën gaan formuleren aangaande de rol van Velsen in een groter kader. Velsen had een functie als op- en overslaghaven. Velsen heeft hoogstwaarschijnlijk hulptroepen gehuisvest. Hulptroepen uit van inheemse origine. En Velsen 1 heeft een langer gebruik gehad dan we misschien lange tijd hebben aangenomen.